Ja, Marinus Dijkhuis. We zitten nu op, zeg ik uit mijn hoofd, ongeveer 1/6 van het seizoen. Er is nog veel voetbal te spelen. Maar als je die eerste 6 weken ze moeten samenvatten, hoe zou je dat dan doen? Nou ja, instabiel. Uiteindelijk natuurlijk qua resultaten teleurstellend. 5 keer gespeeld, 3 keer verloren, 2 keer gewonnen. Veel goals gemaakt, veel goals tegen. Ja. Dat is een beetje in de lijn van vorig seizoen, dus helaas zit daar nog niet heel veel verbetering in. Ja. Maar ik wil net zeggen, nou, het lijkt een beetje een start met 2 gezichten. Als je naar doelpunten kijkt, dan denk je van nou, alleen Cambuur scoort meer, dat is mooi. Maar ja, kijk aan de andere kant van het verhaal. Zie je ook dat er maar 1 ploeg is in Jong AZ die meer tegenkrijgt. Hoe frustrerend is dat het zo ja, wisselvallig is? Ja, dat is heel frustrerend. Met name omdat je natuurlijk daar behoorlijk veel tijd en energie hebt ingestoken. En dan zie je dat bij Vlagen weer helemaal instorten. Dus ja. dat is wel frustrerend, ja. Ja, ja. Toen ook de transfer deadline. Nou ja, het is natuurlijk Ferry Daans, pakkie Jan. Ja. Maar ja, zijn er nog wensen of het idee dat er nog wat gaat gebeuren tot die deadline? Nou ja, wensen, dat was al lang duidelijk. Hè. We zijn op zoek, we hebben al nog budget. Hebben we nog budget voor 2 spelers? Een aanvaller en een verdediger. Nou ja, Dylan Seijers traint mee een aantal dagen. Ja. Jongen van de RKC gespeeld. Nu bij Excelsior Moes Kroen op een doodspoor. Dus dat is eventueel een optie waar we naar kijken. Ja, voor de rest gaat de tijd dringen, dus voor de rest is het afwachten. Ja, ja, dan dit weekend de Graafschap. Ja, weer een van die vele ploegen in de KKD die ambities heeft om weer terug in de Eredivisie te gaan. Het is natuurlijk nog vroeg het seizoen. Veel voetbal te spelen. Voelde toch al een beetje als een soort, ja, ik wil het niet een cruciaal duel noemen, maar wel iets wat nu nodig is om even die aanhaking te houden bij die grote subtop die ambities heeft. Ja, dat is inderdaad nog vroeg wat je zegt. Het staat allemaal heel dicht bij elkaar. Dus, maar inderdaad, Graafschap thuis is wel een pittig potje. Aan de andere kant hebben hun ook in hun wedstrijd gebleken dat ze hierna best zwak zijn. Maar ook sterk. Heel veel power, heel veel dynamiek. Een hele brede selectie. Nou, hun ambitie is bekend hè, om te promoveren. Dus dat betreft is wel een mooi potje. Maar het wordt ook wel tijd dat wij wat laten zien. Met name ook in de thuiswedstrijd. Dus het is pas maandag, maar... een belangrijk potje, duidelijk. Ja, ook vooral wat je dus net een beetje tussen de regels door zegt om te laten zien dat je met die ploegen gewoon mee kan, inderdaad. Ja, dat hopen we dan. Gevoel heb ik wel, maar dat wel zeg maar op dagbasis. Dus we kunnen volgens mij echt wel van iedereen winnen, omdat we gewoon hele specifieke kwaliteit hebben. Maar ja, wat ik al eerder gezegd heb, we zijn ook instabiel, dus we kunnen ook echt van mindere ploegen in deze competitie verliezen. Ja, zolang we dat niet voor elkaar krijgen... Zal de resultaten wisselend blijven en dan kunnen we de Graafschap zeker winnen thuis, maar ook zomaar verliezen. Dus dat is een beetje cliché, maar bij ons is het, vind ik wel echt, wat dat betreft, de stabiliteit waar we op zoek zijn, ja, die kunnen we nog niet brengen. En niet, in ieder geval niet over meerdere wedstrijden achter elkaar. Ja. Hoe ver mis je dan Luigi Bruins? Ik begreep dat hij geblesseerd is, dat hij in ieder geval sowieso de komende week niet gaat spelen. In hoeverre mis je zijn ervaring dan daarin? Ja, dat is logisch. Luigi heeft een goede staat van dienst. En vooral aan de bal natuurlijk heel goed. Wat hij ons wat extra's kan geven. Een aantal assists ook al dit seizoen. Dus dat is natuurlijk een gemis. Dat is duidelijk. Maar ja, dat is niet anders. Die zal inderdaad nog een aantal weken weg zijn. Ja, er zitten inderdaad wel interessante jongens achter. Dus die krijgen nu speeltijd. Dus dat is ook mooi voor hun ontwikkeling. Maar ja, aan de andere kant is het hoop dat Luigi hier snel weer erbij is.